Tim van Rijthoven, net terug van het Heilige Gras, Wimbledon. Hier nu op het gravel van de matchbanen, maar eerst even terug naar Wimbledon, want daar heb je heel goed gespeeld. Kwartfinale bij de junioren in het enkelspel, halve finale in het dubbelspel. Hoe kijk je terug op die ervaring? Ja, dat is een mega ervaring geweest. Ik verlies beide van de winnaars uiteindelijk, dus ik kan mezelf niks verwijten in ieder geval. En fantastisch, ja, fantastisch. Je zegt mega ervaring, dat is natuurlijk heel groot. Wat was er zo mooi? Was dat bijvoorbeeld die single overwinning op die favoriet? Ja, dat is natuurlijk wel de wedstrijd geweest voor mij, dat toernooi. Maar als ik mega zeg, dan heb ik het eigenlijk natuurlijk van ja, als klein jongetje droom je al van Wimbledon. En als je dan daar gaat staan en je komt ook nog eens ver. Ik bedoel, ja, meer wil je niet natuurlijk. En dat ging met veel publiek op mooie grasbanen. Wat voor plaatje is er in jouw hoofd blijven hangen? Gewoon natuurlijk het matchpoint tegen de nummer 1. Dat is sloeg een ongelooflijk goede return. Ongelooflijk hard. Nooit zo hard geslagen volgens mij. En die is zeker blijven hangen. Kwartfinale dubbel met mijn partner gewonnen. Helemaal blij allebei. In elkaar is armen gegaan. En er waren twee mooie momenten. En dan zit je op een wolk daar op het park. Heb ik het gevoel dat iedereen een beetje op jou ging letten daar? Ja, op zich wel. Dat is wel grappig. In de kwartfinale staan toch wel wat mensen achter je die eigenlijk... als je eerste ronde speelt, dan krijg je niet zoveel attentie eigenlijk. Maar als je dan in de kwartfinale staat, dan gaan de mensen achter je staan en die gaan ook juichen. Dat is wel lach. Is dat ook inspirerend voor jou om nu weer verder te gaan? Hoe pik je dit op? Wat neem je mee? Ik neem een heleboel ervaring mee. Ik neem zelfvertrouwen mee. Ik neem het mooie spelletje tennis gewoon weer verder in mijn leven mee. En dan in één keer hier naar de matchbanen in Nederland, een challenger, je allereerste challenger uit je leven. En dan misschien wel het allerbelangrijkste op gravel. En dat is op zich niet erg, maar wel als je het niet hebt kunnen trainen. Ja, klopt. Geweldig dat ik natuurlijk die wildcard heb gekregen voor die main draw van die challenger. Sterkste toernooi dat ik ooit heb gespeeld. Ja, voorbereiding is natuurlijk niet 100% geweest. Niet kunnen trainen op gravel. Ook nog eens verkeerde schoenen aangehad toevallig. Dus het was nogal een slipperige wedstrijd. Maar... Nog slipperiger dan op gras? Juist, ja. Ja. Nu wel. Als je geen goede schoenen aan hebt, dan... Hoe kan dat? Ja. Ik heb spullen van mijn sponsors gekregen. Alleen dat zijn de US Open spullen. En ze willen altijd wel dat ik de nieuwste spullen aan heb. En dan hadden ze eigenlijk niet verwacht dat ik nog op gravel zou gaan spelen. Je hebt een grote tennistas. Daar zit nu ook een heleboel mooie extra ervaring in. Hoe ga je verder? Vol met moed, zelfvertrouwen. En fun. Ja. Ja, zo gaan we verder. Gretig. Juist, gretig. Ja. Succes komende tijd. Dankjewel.